Een wereld vol stijgers. Wauw. Oh, we zijn er gewoon weer. De stijgerling. Yo mensen, leuk dat je er weer bent. We zijn vandaag alweer in de Efteling. Ja, we wonen er. Mijn laatste 5 video's zijn van mij in de Efteling. Super nice. Maar vandaag gaan we weer naar de Efteling, want we hebben een doel. En die missie is... Ben ik jouw missie? Nee, jij bent niet mijn missie, man. Nee, wij gaan vandaag op zoek naar de liefde. Huh? Ben ik wel? Wat is dat geluid dan? Wat gaan lief bellen, hè? Welkom bij deze vlog en zo, weet je wel. Dat is gewoon altijd superleuk. Yo, Ingmar. Hey, Maren. Vandaag hebben we 2 missies, 2 doelen. Ja. Eigenlijk 1, maar de tweede is ook zo meteen even poffertjes halen. Want daar heb ik wel zin in. Maar de tweede is, en is nog belangrijker, liefde. Liefde. We moeten liefde vinden, man. Lekker snoepen. Oh, kijk hoor. Wat is dit? Zo mooi. Is dit... Dit is nou wat er gebeurt als je een Efteling gekkie loslaat in de Efteling. Ik ben hier voor de eerste keer en ik denk echt van, is dit een attractie of is hij aan het verbouwen? Nee. Dit is het pop-up sprookje Alice in Wonderland. Is wel een review. Hij gaat wanneer open? Wat doe je? We gaan lekker ijsje eten. Ijsjuba. Oh jee. Ik heb een vraag voor jou, Dion. Oké, vertel. Heb jij al liefde in je leven? Ja, de Efteling. Ik bedoel al bedienen. Love you, babe. Hoe voelt het om liefde te hebben in je leven? Hart. Hart? Juba, heb jij liefde in je leven? Jawel. Ja, denk het wel. Hoe voelt het om liefde te hebben in je leven? Ja, denk wel goed. Je denkt wel goed? Ja, denk wel. Vincent? Heb jij liefde in je leven? Mooie kwaliteit. Je houdt van jezelf. Disney. Ja, snap ik wel. Ik weet niet of ik met de goede juiste personen ben gegaan om liefde te vinden. What the fuck? Als mijn internet deze vlog ziet, wil ik nog wel even zeggen. Ingmar, heb jij eigenlijk liefde? Ja, een vis. Oh ja. Oh ja. Ik wou dat ik iemand had, zeg maar, die naar mij keek als hoe jij naar je vis keek. Ja. Dikke vissen. Oh my god. Vincent, jij hebt dit even geregeld voor ons. Jij hebt even VIP-ingang tickets geregeld. Lief, hè? Ingmar, heb jij nog 1 laatste woord? Poepenkak. Dat zijn 3 woorden. Ga ik liefde vinden in de Efteling? Nee. Kijk, dat is de liefde. Dat is de liefde dat ik wil. Dat. Oh, hey, Ingmar. Hoi, liefde die wij helaas nog niet hebben waren. Dus je moet even goed verder zoeken. Sir, heb jij eigenlijk liefde in je leven? Ik heb alleen maar liefde van mijn mooie community. Oh. Hi. Hallo. We hebben net een biertje. Bier. Oh, een biertje. Bier. Wat heb je op de tap? Jupiler en een ijsje. Oeh, lekker jupilertje van de tap, dat is wel goed. Poffertjes met warme aardbeien met chocoladesaus. Dat is slagroom, hè? Ja. Is dat een vraag? Ja, is dat een vraag? De naturel. Naturel? Zoals Barend is. Mag ik de grote? Grote, oké. Okay. Maar, en ik heb ook een vraag. Mag ik een vraag stellen aan jou? Dat mag. Hoe kan ik liefde vinden? Ja, dat is heel moeilijk. Poffertjes eten. Ja, nee, heel veel poffertjes. Nee, ja, nee. Oh. Wat is de chef bolletje ijs? Oh, oké, dank je wel. Zie je echt liefde van de chef? Zo, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Ja. Ik heb de witte chocoladesaus besteld, dat is ook liefde van de chef. Oké, dank je wel. Hele speciale wit. The 18th century. Bands of rubbish. Called the Gold Riders. Ja, je moet lopen, man. Ga ik hier mijn liefde vinden? Ja, kijk daar. Ingmar, ga ik hier mijn liefde vinden? Nou, vast wel. Je zat net nog leuk om mij te lopen, dus... Juba, ik ga even mijn beste versiertrucs gooien. Oké. Okay. Werk jij bij Albert Heijn? Want jij magazijn. En dan is de vraag dadelijk. Maar is het of de magazijn? Ik heb het gevoel, Ingmar, dat ik hier mijn liefde ga vinden. Ja, ik hoop het ook. Is dit mijn liefde? Er zijn genoeg mijn liefde. Is dit al mijn liefde? Wil jij mijn liefde zijn? Skip je gewoon. Ze negeert me. Skip je gewoon. Ik kan hier dus ook niet mijn liefde vinden. Nee? Ik denk dat ik ergens anders mijn liefde moet vinden. Ja. We gaan maar zoeken naar een andere plek. Ja, we moeten een andere plek pakken. Ik heb helaas nog steeds geen liefde kunnen vinden.
Het park gaat bijna dicht. Het is 6:15 en we gaan nog even in de Fata Morgana. Dat is mijn laatste hoop. Er zijn genoeg chickies binnen in de Fata Morgana. Dus ja? Ik heb eentje versieren. Ja? Ze staan allemaal in schaars gekleed en rokjes en al. Ik hoop echt dat ik liefde ga vinden in de Fata Morgana. En op dat moment spotte ik een leuke dame. Dit was mijn kans om de liefde te vinden. Maar dit was het gesprek. Hallo. Hi. Hi. Oh. Ze liep door en daardoor kon ik uiteindelijk geen gesprek starten. Het was echt heel awkward, want daarna stonden we ook nog samen in de rij. Een beetje genoten van de Efteling. Heerlijk genoten van de Efteling. En jij dan? Ja, ik vond het echt een leuke dag. Nou, moet ook om elkaar doen, gewoon weer te ja, zien. Ja, maar dat is ook keertje. Gewoon een keer leuk. Want de laatste keer was het meteen weer toen. Ja. Dat was meer ook eigenlijk. Ja. En ik heb Barend voor het eerst ontmoet, wat super vet was. Dus even kijken hoe het met Barend gaat, jongens. Want Barend, ja. Heb je je liefde nou al gevonden? Nee. Oh. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb wel iemand aangesproken. Dat is al wat? Dat is wel wat, maar... Het is nog niet de liefde. Het komt wel, Barend. Nee! Nee! Liefde! Ik wil nog een Efteling gaan vinden. Nee. Weet jij waar ik de liefde kan gaan vinden? Laat het even weten in de reacties. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, net zoals altijd. En dat is like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!